volgende. Dit is de samenstelling van de zin. Van links naar rechts. Oh nee, ik heb het qua leeftijd. Eugène is de oudste. Dan Victor, hij had een broer. Die is met hem in Amsterdam gaan studeren, medicijnen. En Eugène werd anatoom aan de universiteit. En Victor is later huisarts geworden in Venlo. Nazaten van deze familie zijn hier aanwezig. En daar hebben we ook vrij veel informatie gekregen over die familie van Jordi Dubois met Catherine Duizens. Dan heb je Antoinette, haar religieuze naam was Marie-Angélique. En zij is hier in dit klooster ingetreden. En dan Gérardine trouwde later, heeft 3 jaar gestudeerd in Leuven en trouwde met de huisarts Fortons in het schapenvoer. Dan moeder Trinette zien we, rechtsonder. Heel even kort, Eugène trouwt later met Anna Loyinga uit ze kreeg 3 kinderen, Jean, Victor en de oudste Eugénie, trouwde me later met Hooyer. Ook uit deze familie zijn er nazaten die in Nederland wonen. En daarbuiten mogelijk ook. Zijn zoon Jean, de verhouding met vader was niet goed. Vader stelde veel te hoge eisen, hij was zelf geniaal. Het komt vaker voor. Veel te hoge eisen aan die jongens. Die hadden moeite om de derde ABS te voltooien. En die zijn eigenlijk, zijn ze gevlucht uit het land. Die zijn teruggegaan naar Indonesië, waar ze geboren werden. Hebben daar op plantages gewerkt. Toen die failliet ging, zijn ze naar Amerika getrokken. Victor heeft TBC gekregen, is relatief jong gestorven. Maar Jean heeft daar gehuwd en daar wonen nog nazaten van Eugène Dubois. Dat even heel kort. Ja? Volgende. Even iets van mijn eigen werk. Dat is, ik heb lang met een groep uit Leiden en uit Leuven gewerkt aan de vroegste prehistorie hier in de omgeving. Omgeving van Maastricht. Als u van links naar rechts kijkt, dan ziet u daar 400.000 jaar geschiedenis. En in die periode hebben we op een tiental tijdstippen hebben we restanten gevonden van de aanwezigheid van de Neandertaler. Rechtsboven ziet u ook nog Homo heidelbergensis. Ook van deze mensensoort, de werktuigen, die worden met achelier benoemd, daarvan zijn resten gevonden. Die zijn niet nauwkeurig te dateren, maar liggen tussen de 400 en 500.000 jaar oud. Dus hier in de eigen regio is ook al lange bewoning. Dat was natuurlijk toen Eugène naar Indonesië vertrok, naar Nederlands-Indië, was dat nog niet bekend. In principe zou je hier iets als Homo erectus ook kunnen vinden, alleen de kans is hier ontzettend klein. De kans dus in afzettingen in Indonesië is wat dat betreft veel groter, dus in feite heeft hij een hele goede keuze gemaakt om daar zijn heil te zoeken. Ja? Iets over de genealogie van de mens. Hier hebben we de Homo erectus, die was bekend in de tijd van Eugène Dubois. Toen hij werkte in Rijkonsum-Geertruid, ik kom daarop terug, toen werden door Belgische archeologen uit Luik, werden zelfs 2 vrij complete Neandertalers gevonden in de buurt van Namen in Spie. Dus dat verschijnsel wat bekend. Die is relatief jong, dat zie je ook op dit schema. 2,2 miljoen jaar links, hier. En van de rest van deze schedels, van die soorten, of je moet eigenlijk zeggen vormen, mensvormen, zijn geen echte soorten. Die hebben allemaal een etiket gekregen. En die waren toen niet bekend. Veel daarvan is pas de laatste 10, 20 jaar bekend geworden. En hier zien we eigenlijk de mensvorm die Eugène Dubois gevonden heeft. Dus het eerste echt oude fossiel. En dat heeft hij zelf Pithecanthropus erectus genoemd.
En in de jaren 50 zijn al die fossiele soorten, die zijn herbenoemd. Er waren veel te veel soorten ingevoerd. Daar hebben ze die wat geclusterd. Dan is de Pithecanthropus erectus ondergebracht bij deze Homo erectus. Een verschijnsel uit Azië. En sommige paleoantropologen zien die vorm ook in Europa verschijnen. Anderen geven die dan weer andere namen. Onder andere hier Homo antecessor. Niet goed omschreven nog, dus nog heel weinig botmateriaal van. Recenter kennen we de Homo heidelbergensis, dus die heeft hier wel geleefd in deze omgeving. In Afrika is er een parallelle vorm van die Homo erectus, Homo ergaster. Vroeger noemden ze dat ook Homo erectus. Maar die hebben ze weer gesplitst later. Verder laat ik dat met rust, maar jullie kunnen zien dat daar een ontwikkeling is geweest. Van vroege Homo soorten naar de Homo sapiens waartoe wij behoren. Volgende. Goed, in de omgeving waar Eugène Dubois geboren werd en opgroeide, waren al andere mensen actief geweest op het gebied van de paleoantropologie. Heel bijzonder figuur is deze middelste, Philippe Charles Schmerling. Was ooit militair arts in Venlo. En trouwde daar een rijke dame en is toen verder gegaan met zijn medische studies in de jonge, toen nog jonge Universiteit van Luik. Zeer gerenommeerde universiteit toen. Die omgeving was rijk aan delfstoffen, dus er waren grote belangen. En hij heeft al heel vroeg, veel te vroeg eigenlijk, in 1829, in de winter van 29 naar 30, heeft hij prehistorische vondsten gedaan, ook een aantal schedels van mensachtigen. En meer dan 100 jaar later bleek dat hij daar een kind van een Neandertaler tussen zat. Dus dat is in die tijd niet onderkend. Hij werd ook niet geloofd door veel van zijn collega's. De tijd was rijp in 1856. Toen vond een leraar uit de buurt van Düsseldorf in het Neandertal een vrij veel botten van een Neandertal, een volwassen Neandertal. En die heeft de naam ook gegeven aan dat fossiel. En dat werd redelijk goed geaccepteerd. Er waren ook wetenschappers die bestreden dat, die zeiden dat zijn gewoon ziekelijke vormen, misvormde schedels en botten van de Homo sapiens. Maar dat sloeg toen aan en je kunt eigenlijk zeggen vanuit die traditie is Eugène Dubois verder gegaan. En hij is dan de eerste geweest die de tropen opzocht, omdat er ideeën waren door Charles Darwin, die een jaar nadat Dubois geboren werd zijn beroemde boek publiceerde over de evolutietheorie, dat, en ook protagonisten van Darwin die zeiden je moet die zoeken in de tropen. Volgende. Goed, hier zijn die twee schedels, dat is de Neandertaler schedel, daar zijn de botten gevonden. En hier is die van Orgis, eigenlijk de oudste Neandertaler. Maar veel te laat duidelijk geworden. En een van de redenen is, het is een kinderschedel. En die zijn veel minder volgroeid. Die trekken van die echte Neandertalers zijn daar maar heel zwak aanwezig. Dat is de reden dat toen dat specialisme verder ontwikkeld was, 100 jaar later. Ik geloof in 1836. Door een Luikse paleoantropoloog die heeft bewezen dat dit ook een Neandertaler schedel was. Volgende. Goed, toch even kijken naar de verbinding tussen wat Dubois vond. Dat is deze hersenpan, zeg maar.
Daarnaast ook een dijbeen en een tand. Dat waren eigenlijk de drie pilaren op basis waarvan hij zijn homo erectus definieerde. Dit is een recente vondst, 100 jaar later gedaan in Georgië. Zeer bijzonder, heel rijk aan menselijke fossielen. En het vermoeden is dat dit de beginperiode is geweest van die ontwikkeling van die homo erectus. Deze is 500.000 tot 1.000.000 jaar oud. Er moet nieuw onderzoek plaatsvinden in Treniel, waar dit vandaan komt op Java. Om meer duidelijkheid te krijgen over de ouderdom. José Jordens heeft in de eerste lezing dit jaar hier daar veel over verteld. En dit zijn vijf vrij complete schedels uit Georgië, recent opgegraven. En een van de aardige, zij zijn heel primitief, kleine herseninhoud onder andere. En wat heel vreemd is, er is enorm grote verschillen in de hersen, of in de vorm van de schedels. Als je die vijf schedels op vijf verschillende vindplaatsen had genoemd, dan had je minimaal drie soorten erbij gekregen. En dat geeft ook aan waarom men toch erg voorzichtig moet zijn om bij iedere nieuwe vondst een nieuwe soort te definiëren. En houdt geen rekening met de variatiebreedte die in zo'n groep bestaan kan hebben. Dat speelt ook mee bij de definitie wat een Neandertaler is. Neandertaler een soort noemen is een beetje gevaarlijk. Je kunt beter praten over een vorm. En die is in het verleden altijd gedefinieerd geweest aan de hand van de schedelvorm. Maar door huidig DNA-onderzoek, dat zich ontzettend ontwikkeld heeft in de laatste 10 jaar, weten we dat er kruisingen geweest zijn door de Neandertaler met de mens. Dus biologisch, niet morfologisch, maar biologisch moet je die Neandertaler eigenlijk onder de Homo sapiens voegen. Dus is het hoogstens een ondersoort. Maar laten we maar praten over vormen, dan speelt dat allemaal verder geen rol. Volgende. Goed, dit zijn dan in naturalis liggen die in de oude brandkast waar die altijd in gelegen heeft, die vroeger in het Teylers Museum in Haarlem stond. De drie belangrijkste fossielen die Dubois van die Homo erectus gevonden heeft. Schedelkap, dijbeen en een kies. Mooie replica daarvan zijn hier ook in de tentoonstelling te zien. Ja? Goed, er zijn meerdere boeken en artikelen en zo over Dubois geschreven. Dit zijn de drie belangrijkste. Ik zei het al, het proefschrift van Bert Teunissen. Eugène Dubois, de aapmens van Java. Dit boek is verschenen in het eerste centennial in 1993, toen hier ook een plaquette op het geboortehuis van Dubois is opgehangen. Hier staat vrij veel over de genealogie van de familie. En dan een populair wetenschappelijk boek van Pat Shipman, een paleontoloog uit de Verenigde Staten, die het leven en het werk van Eugène Dubois beschrijft. Heel mooi voor het grote publiek dat dat geschreven is. Er is één probleem en dat is dat er nogal behoorlijk geromantiseerd wordt. Dus veel gegevens waar zij niks van wist, dat werd door haar uit de dikke duim gezogen en werd ingevuld. Een heel mooi voorbeeld daarvan is in het artikel wat Henk Boersma geschreven heeft over de vader van Eugène Dubois, waar ik eerder al over verteld heb. Uit IJzer's verleden. Daar haalt hij een alinea aan uit dit boek. En daar staan allerlei, geen grote fouten, maar toch allerlei kleinigheden over Jean Dubois die gewoon niet klopte. Dat is gewoon uit de duim. Dat hij blond was, ja. Voor een Amerikaan is iedere Hollander is blond. Hè. Ik bedoel, dat soort, in een interpreteren. Ik vind het zelf nogal storend, maar ik denk voor het grote publiek is dat een heel mooie. Is later ook vertaald in het Nederlands. Ja? Goed, nou iets te linken met deze streek. Dat is op de eerste plaats, zijn vader was apotheker, heb ik al gezegd. Maar onder die apothekers, vooral in Maastricht, maar ook in Luik,
zijn veel beroemdheden die ook werk gedaan hebben op het gebied van de paleontologie en op het gebied van de botanica. Goede plantkundigen waren erbij. Is ook niet vreemd, want de apothekers in die tijd gebruikten heel veel geneeskrachtige kruiden. En zij hadden het voordeel in Maastricht dat er een rijke heuvel in de buurt ligt, we noemen dat de Sint-Pietersberg, die heel rijk was aan vrij zeldzame planten, ook veel kruiden. Dus dat trok hun aandacht en daar hebben ze over gepubliceerd. Hier staan een aantal namen, ik noem ze niet allemaal. Minkeleers, de man van het steenkoolgas, zal ik maar voorzichtigheid zelf zeggen nu. Maar hij was ook paleontoloog. En Kelly is zijn leerling, Bos Schroeds of de Boskeller. Daar ga ik even op verder. Dat was hem. Die leefde nog in de tijd dat Eugène Dubois hier rondliep. Casimir Ubachs werkte bij het farmaceutisch bedrijf Hames. Die waren leverancier bij de apotheek van Dubois hier in IJsden. Hij was vertegenwoordiger daar, was geïnteresseerd in.